allemaal. Nou, ik ben er weer. Ik was een week op vakantie met mijn vriendje in Duitsland. En het was super leuk. Daarom was er geen video online. Maar vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. En dat is een back to school shoplog. Hier zie je de tas waar alles in zit. Grote H&M tas. Omdat ik daar mijn grootste aankoop heb gekocht voor school. En die laat ik ook zien. Ik laat alles zien. Ik heb niet mega veel. Ik heb gewoon eigenlijk de basic dingen. Maar ik dacht, ja, het leek me toch wel leuk om te laten zien. Ik heb het gisteren gekocht. Alles zit nog in de verpakking. Maar ik heb niet heel veel omdat ik nu in de vierde zit. Dat is mijn laatste jaar. En ik heb rekenmachine. Ik heb eigenlijk alles al. Weet je wel, gewoon die dingen. Maar ik heb toch de basic dingen nog gekocht. En die laat ik zien. Dus veel plezier met kijken. Ik begin dus bij mijn grootste aankoop. En die is van de H&M. En dat is een schooltas. En dat is deze. Het is gewoon een handtas. En je denkt, huh, waarom koop je een schooltas bij de H&M? Dat is toch helemaal niet goed. Ik heb niet heel veel boeken meer, omdat ik in mijn laatste jaar zit. En ik ga eigenlijk elke pauze naar mijn kluisje om nieuwe boeken te pakken en de oude erin te gooien. Want ja, dat is gewoon niet zoveel moeite voor mij, omdat mijn schoolgebouw best wel klein is. Dus daarom heb ik eigenlijk nooit echt heel veel boeken in mijn tas. En ik heb ook geen hele sterke grote tas nodig. Dus vandaar deze. Ik had eerst een cowboy bag. Maar dat is echt de slechtste tas die ik ooit heb gehad. Want die ging gewoon helemaal meteen kapot. En dat soort dingen. Dus vandaar dat ik deze bij de H&M heb gekocht. Vorig jaar had ik een neppe Michael Kors tas, geloof ik. En voor een deel mijn kankerrugzak. Maar ja, dat is ook allemaal goed gegaan. Is tas wel handig. Hij was trouwens 40 euro. En je hebt hier heb je twee van die vakken. Die kan je dus open doen. Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is dus één vak. En het is best wel groot ook. Dus hier kan je bijvoorbeeld je eten doen. En dat zit ook aan de andere kant. Het vak is ook best wel groot. Er past gewoon schoolboeken in. En er zit ook nog een hendel aan. Voor aan de zijkanten. Maar die gebruik ik toch niet. Want ik heb hem gewoon zo in hand. Ik vind hem gewoon super mooi. En ja, bij de H&M dus voor 40 euro. Ga ik verder met de grote tas. En dat is al mijn schoolspullen. Normaal koop ik eigenlijk alles bij de HEMA. Maar ik vond het daar zo druk. Ik was er gisteren. En ik heb Monica Geuze ook gezien trouwens. Ze was bij de Coolcat bij ons in Apeldoorn aan het draaien. En dat was heel cool. Maar daardoor was, ja, er was ook nog een ander evenement in Apeldoorn. Iets met fietsen of zo. Dus het was echt super druk in de stad. En iedereen ging volgens mij gewoon schoolspullen kopen gisteren. En ja, de meeste mensen kopen het wel bij de HEMA omdat het gewoon leuk is en niet heel duur. Maar het was daar zo druk, dus ik had geen zin om daar alles te zoeken. Dus ik heb daar maar heel weinig gehaald. Bij de HEMA heb ik als eerst mijn agenda gehaald, want ik hoef geen hele dure agenda. Maar ja, deze is toch wel goed van kwaliteit. Hij is gewoon klein en best wel dik, zeg maar. Deze was 7 euro en hij is gewoon simpel. Dit is van die, dit is zo'n agenda die je zelf eigenlijk kan opvullen. Hier kan je gewoon foto's in doen aan de voorkant. En zo ziet hij er gewoon uit. Simpel en je hebt steeds van die insteekhoesjes. En deze had ik al eerder. Volgens mij in de tweede had ik deze. Of in de eerste, voor mij. Ja, in de tweede had ik deze. En hij beviel me wel heel goed, dus deze heb ik. Dan heb ik stickers gekocht en deze vond ik echt gewoon super leuk. Dit zijn holografische stickers. En ik was eerst heel erg fan van holographic. Ik heb heel veel dingen daarvan. Maar dit valt nu wel weer mee. Alleen ik vond het gewoon heel leuk. En ik heb ze ook in sterretjes en rondjes. Dus. En deze ga ik gewoon op mijn kaft plakken. En ik weet eigenlijk niet hoe duur dit was. Ik heb ook geen bonnetje of zo. Maar volgens mij een euro. Heb ik een etui gehaald. Want ik heb wel een hele grote etui. Maar ja, die is dus heel groot. En daar heb ik gewoon geen zin in om dat allemaal mee te nemen. En ik heb ook niet zoveel nodig. Dus ik heb zo'n simpele, een zwart nep leren die ook goed bij mijn tas past. En deze weet ik ook niet. Deze was 3 euro, ja. En hij ziet er gewoon zo uit. Ik kan gewoon hier mijn basics in kwijt. Mijn stiften, die highlighters, weet je wel. En gewoon mijn pennen en potloden, dus deze. Als laatste bij de HEMA deze etiketten. Ik had eerst etiketten met kleurtjes, maar ik heb ook al gekleurde kaft. En ik heb dan die stickers, dus ik dacht, nou, dat wordt iets too much voor mij. Dus ik heb gewoon simpel witte. Deze waren 1,25 euro of zo. Dat was alles van de HEMA en nu ga ik verder met de Action. Want ik kwam daar en ze hadden gewoon echt eigenlijk alles wat ik nodig had, lag gewoon bij elkaar. Dus ik kon alles zo in mijn mandje gooien en ik dacht, ja, waarom niet? Action is ook gewoon goedkoop en ook gewoon goed. Dus daar heb ik eigenlijk alles gekocht. Vind je deze natuurlijk ook weg. Dus eigenlijk zou ik daar die van de schoolspullen kopen. Dat is wel duur, maar dat is wel altijd super leuk. Maar die is dus weg, dus dat kon niet. Nou, ik heb bij de Action gewoon kaft gehad. Ik zag het liggen. Ik wou dit ook eerst bij de HEMA doen, maar ik zag het liggen. En ik dacht,
Nou, is eigenlijk gewoon prima. Ik heb roze kaft. Eigenlijk heb ik dit ook nog nooit gehad. Terwijl dit heel bekend is, maar oké. En ik heb grijze kaft. Ik heb heel weinig boeken. Misschien maar 6. Maar ik dacht, ja, dan kan ik gewoon omwisselen. En dat is ook wel leuk met dus die stickers. En dit was echt 53 cent per rol of zo. En ik heb er eigenlijk maar 1 nodig. Maar ik kan niet zo heel goed kaften. Dus ik dacht, misschien als het mislukt, heb ik er 2. En gewoon voor de kleur. Dan heb ik een geo driehoek gekocht. Ik heb er echt 10 liggen, maar dit zijn van die dingen die je altijd echt kwijtraakt, weet je wel. Dus dit is gewoon een simpele geo driehoek. En die heb ik echt nodig. En deze was, ik weet niet, ook 53 cent of zo. En dit is een onbreekbaar. Dus dit is zo'n flubber die je kan buigen. Markeerstiften, ook deze, heb ik echt nodig. Volgens mij zijn die van de Action niet zo goed, maar ze hadden echt geen andere. En ik had dus echt geen zin om naar de HEMA te gaan. Dus ik had deze maar gekocht. Deze zijn iets van 1 euro. En ja, er zit gewoon 4 van die kleurtjes in. En ik gebruik dit altijd voor samenvattingen. Want voor het leren maak ik altijd samenvattingen. En dan heb je gewoon van die begrippen die je moet weten, weet je wel. Dus dan markeer ik dat met deze. Dus ik kan echt niet zonder. Dan heb ik een passer gekocht. Ook deze gaat elk jaar weer stuk bij mij. En deze was ook weer super goedkoop. Iets in 1 euro, 1,20 of zo. En het is een groene. En ja, het is gewoon een passer. Ik was iets vergeten wat ik ook nog bij de HEMA had gekocht. En dat is deze marker. En dit heb je echt, dit heb ik altijd nodig, maar ik heb het zelf nooit. Dus dan heb ik iets, bijvoorbeeld dan ben ik iets aan het doen. Iets bij tekenen of zo, weet je wel. En dan ben ik iets aan het maken. En dan heb ik zo'n stift nodig. Maar heel weinig mensen hebben dit ook. Dus ja, nu heb ik er zelf één gekocht en deze was 1 euro. En bij de Action heb ik deze pennen gekocht. Ook pennen raak je altijd kwijt op school. Ik weet niet waar ze blijven, maar gaan gewoon weg. Dus deze zijn van Bic. B-I-C. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. En dit was ook 1 euro. Ik denk dat alles bij de Action wel een beetje 1 euro was. Want ik was in totaal 7 euro kwijt. En ik had ook nog dit gekocht. Dit snoep. En dit was iets 1,20 euro. En ik had een blikje Energy gekocht. En die was 33 cent of zo. Dus ja, ik was ongeveer 6 euro, 5,50 euro kwijt. Voor echt super veel dus. Ja, we zijn wel weer bij het laatste aangekomen. Dat zijn schriften. Ja, ik zat dus een beetje, want bij de Action heb je gewoon goede schriften. Alleen, deze maat of zo. Of je hebt van die pakketjes kleine schriften, maar die vind ik gewoon kinderachtig. Dat vind ik gewoon niet leuk. Ten eerste heb ik gewoon 2 simpele wiskundeschriften in het roze. Want ik dacht dat past het best bij mijn kaft en zo. En ja, gewoon met die hokjes. Deze waren 53 cent of zoiets. En voor de rest heb ik deze schriften gekocht. Ik heb dus 6 vakken en ik heb bijvoorbeeld voor aardrijkskunde heb ik een werkboek. Voor Duits heb ik een werkboek. Dus daar heb ik gewoon geen schrift voor nodig. Ik heb voor economie heb ik een schrift nodig. Voor Nederlands heb ik een schrift nodig. En ja, eigenlijk heb ik dus maar 2 schriften nodig. Ik dacht van ja, ik koop wel gewoon van die grote schriften. Want die kleintjes die gaan gewoon snel kapot en die raak ik snel kwijt. En die zijn snel vol en zo. Dus ik dacht, weet je, ik koop wel deze. En dit was ook het enige wat ze hadden. Dus dit zijn gewoon van die grote lijntjesschriften. Deze waren ook 53 cent als ik het goed heb. Ja, of 33, maar dat is wel heel goedkoop. Dat denk ik niet. Ik weet niet, ik heb er nog één in mijn mandje gegooid. Want ik dacht, ja, voor de zekerheid. Misschien heb ik nog een vak waarbij ik het nodig heb. Dus ik neem er maar eentje mee. Ik heb er nog één, maar dit is een grijs. Zodat ik hem, grijs. Hij lijkt zwart, maar het is grijs. Zodat ik hem kan onderscheiden van de andere. Want dit wordt mijn samenvattingsschrift. Zoals ik al zei, als ik een toets heb of wat dan ook dan. Of een SO, dan maak ik samenvattingen om te leren. Dat werkt bij mij heel goed. En ik vind het fijnst om gewoon een schrift bij me te hebben. Altijd eigenlijk. Waarbij ik het in kan maken en dat ik alle vakken eigenlijk bij elkaar heb. En dat is natuurlijk ook dezelfde prijs als die andere. En dan was dit mijn back to school shop vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En als je nog een back to school look wil zien, moet je het even zeggen. Maar ik heb het gevoel dat heel veel mensen hebben dat al gedaan. En het is elke keer wel heel erg hetzelfde of zo. Dus als je dat echt heel graag zo wil zien, laat dan maar weten. En nou, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je mijn schoolspullen leuk vond. En als je deze video leuk vond. En abonneer natuurlijk voor video's van mij. Tot de volgende video. Doeg!